Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. De S&P 500 is erg populair onder beleggers en ook in Nederland. Er zijn heel veel beleggers die een S&P 500 ETF bezitten, maar er komt wel steeds meer risico bij kijken, want het is namelijk zo dat er steeds minder sprake is van spreiding. In deze video wil ik daarvan het risico bespreken, dus laten we snel beginnen met de video. Als we kijken naar de S&P 500, en dan heb ik even de year-to-date performance erbij gepakt, zie je natuurlijk heel veel groen. Dat heeft ermee te maken dat 2024 tot nu toe een heel goed jaar is. Maar er zijn natuurlijk altijd bedrijven die het beter doen dan bijvoorbeeld het gemiddelde. En je ziet nu dat de S&P 500 vooral naar boven wordt geduwd door een aantal bedrijven die een zware weging hebben, die het dus ook fantastisch doen. Want bijvoorbeeld een Nvidia, je ziet het al, 154%, dat heeft een gigantische impact op de S&P 500. Een Microsoft van 20%, een Google van 31%, een Meta Platforms van 44%, een Amazon ook nog boven de 20%. Dus je ziet dat die hele grote bedrijven fantastische rendementen neerzetten en dus die volledige S&P 500 meenemen. Maar daarbij komt natuurlijk wel een risicootje kijken. Natuurlijk, je kan er niet omheen, ook als we kijken naar het verleden van verschillende S&P 500 ETF's. Er zijn natuurlijk altijd verschillende bedrijven die wat zwaarder wegen dan andere bedrijven. En het hoeft op zich niet zo'n echt een probleem te zijn. Maar nu zie je wel dat er wat verschuivingen ontstaan, waardoor de top 10 steeds belangrijker aan het worden is. En dan is de vraag, is het alleen maar investeren in de S&P 500 op dit moment nog wel slim? Nou, voor ik daar verder op inga, mocht je op zoek zijn naar een platform om te gaan beleggen, ik beleg bij de Giro zoals de meeste Nederlanders en op dit moment loopt er een speciale actie via de link in de beschrijving, want als je registreert via de link voor 30 juni krijg je gemaakte transactiekosten terug tot en met 31 juli met een max van 100 euro. Zie de video na 30 juni, kan het nooit kwaad alsnog op het linkje te drukken. Kans is groot dat er op dat moment een andere actie loopt. Dus in de beschrijving staat zo'n linkje. Registreer je via het linkje, maak je gebruik van de actie. Daarbovenop stel je ook nog eens het kanaal, want ik krijg een vergoeding voor deze samenwerking. Kost je niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken en zal ik natuurlijk altijd waarderen. Goed, de S&P 500 ETF, dat is een hele populaire ETF. Dat heeft ermee te maken dat natuurlijk in de Verenigde Staten de sprake is van de wereldeconomie. De grote bedrijven maken natuurlijk ook deel uit van de S&P 500, maar het rendement over de laatste jaren is natuurlijk gigantisch. Als ik kijk naar de laatste 100 jaar, dat pak ik er 9 van de 10 keer niet bij, want sinds 1957 is er daadwerkelijk sprake van een S&P 500. Dat was namelijk een moment dat er daadwerkelijk 500 bedrijven of meer deel uitmaakte van de S&P. Daarvoor was het gewoon een stuk lager aantal. Dus dat vind ik dan misschien niet een al te best voorbeeld. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar de laatste 50 jaar, zie je dat er sprake is van een gemiddeld jaarlijks rendement van 11,35%. Dat is natuurlijk een ongelooflijk resultaat, waardoor de S&P 500 ETF vandaag de dag nog steeds hartstikke populair is. Zelf investeer ik natuurlijk ook in de S&P 500 ETF, maar ik investeer natuurlijk ook nog in andere ETF's. Maar nu zie je wel dat het risico steeds wat groter wordt als we kijken naar de S&P 500. Want als ik eventjes dit erbij pak, dan zie je namelijk de weging van verschillende bedrijven binnen de S&P 500. Dan zie je natuurlijk dat er een paar bovenuit steken. Microsoft staat nog steeds op nummer 1, op nummer 2 heb je Nvidia, maar dat zijn natuurlijk al flink percentages. Dus als een Microsoft, een Nvidia en een Apple het bijvoorbeeld ook de rest van 2024 het slecht doet en een daling is van 15, misschien wel 20%, dan zullen er heel veel bedrijven het heel goed moeten doen om deze klap op te vangen. Dus er zitten eigenlijk twee kanten aan. Als we kijken naar de afgelopen 6 maanden, is dit helemaal niet erg. Vooral Nvidia doet het natuurlijk fantastisch. Dus als dan Nvidia een grote impact heeft op de volledige S&P 500 ETF, dat maakt dan niet uit. Je profiteert er juist van dat het gigantisch hard stijgt, want dan zie je dat het de hele S&P 500 kan meenemen. Maar als we op dit moment kijken naar de huidige top 10 van de S&P 500 qua weging, kom je uit op een percentage van 35%. Dat is natuurlijk wel behoorlijk, hè? Want als die top 10 het niet goed doet, moet er dus een behoorlijke klap worden opgevangen. En daarbij komt er dus steeds meer risico bij kijken. En dat is natuurlijk jarenlang al het geval. Het is namelijk zo dat die top 10 positie en een tijdje was het de top 7 positie, de zogeheten Magnificent 7, gewoon een hele belangrijke impact heeft op de S&P 500. Maar de laatste tijd zie je wel heel erg duidelijk dat die grote partijen die gigantische rendementen neerzetten, eigenlijk de volledige S&P 500 met
zich meeneemt. Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi, omdat er namelijk nu sprake is van een heel mooi rendement. Een Nvidia met meer dan 150%, Google meer dan 30%, Meta Platforms meer dan 40%. Ja, dat zijn natuurlijk heerlijke percentages. Dus dan denk je bij jezelf, ja oké, er is inderdaad sprake van een paar posities die heel belangrijk zijn voor de volledige S&P 500. Maar ja, dat maakt mij niet zoveel uit. Dat zijn posities die het fantastisch doen. Maar het is natuurlijk zo dat niet elk aandeel alleen nog maar diagonaal omhoog kan gaan. Er zullen ook momenten zijn van wat verkoopdruk. Dus dat is heel erg belangrijk om in je achterhoofd te houden. Zelf investeer ik natuurlijk maandelijks in S&P 500. Dat doe ik al jaren. Je kan het de laatste 3-4 jaar ook zien in het openbare portfolio. Als ik kijk naar de komende jaren zal ik dat ook blijven doen. Maar ik wou toch nog eventjes deze video maken om inderdaad je te informeren dat de S&P 500 natuurlijk wel deel uitmaakt van 500 verschillende bedrijven in de Verenigde Staten, maar dat er eigenlijk een paar bedrijven zijn die de dienst uitmaken. En dat is natuurlijk ook echt dan een persoonlijke overweging van wat je daarmee doet. Misschien denk je bij jezelf van nou, ik heb heel veel vertrouwen in de economie in de Verenigde Staten, dus dat er inderdaad een paar bedrijven zijn die een hele zware weging hebben ten opzichte van andere bedrijven, dat maakt me niet zoveel uit. Misschien denk je bij jezelf van nou, dat is misschien toch verstandig om ook een andere ETF erbij te pakken. Vandaar dus dat je ook ziet dat er best wel een grote groep in Nederland is die misschien de S&P 500 ETF links laat liggen en bijvoorbeeld kijkt naar een All World ETF van bijvoorbeeld de Vanguard. Dat is natuurlijk ook een hele populaire bij de Giro. En dat is natuurlijk een ETF die over de hele wereld zit in allerlei verschillende sectoren met op dit moment meer dan 3600 verschillende aandelen. Maar dan is het nog steeds zo dat een groot gedeelte van die aandelen in de Verenigde Staten is. Dus de Verenigde Staten is op dat moment nog steeds heel erg belangrijk. Dus dan zie je dat als je besluit S&P 500 te vermijden, dat je met een Vanguard All World ETF nog steeds een behoorlijk percentage in de Verenigde Staten aan het investeren bent. Maar dat is natuurlijk echt een kwestie van je eigen overtuiging, je eigen onderzoek. Wat wil je? Ben je bereid wat meer risico te nemen? Wil je meer misschien liever dat je denkt, nou, dan maar in 3600 verschillende aandelen over de hele wereld in allerlei verschillende sectoren? Dat is natuurlijk echt iets persoonlijks. Zelf investeer ik natuurlijk ook al in andere ETF's. Ik ben natuurlijk aan het investeren in de S&P 500 ETF, maar dan ook in deze Vanguard All World ETF. Vervolgens investeer ik ook in Digital Security ETF, de India ETF, de Azië ETF en daarbij natuurlijk ook nog verschillende individuele aandelen. Dus ik zorg er inderdaad voor met andere ETF's dat ik het risico van de S&P 500 ETF een beetje kan opvangen. Al ben ik wel van mening dat het risico voor een S&P 500 ETF natuurlijk wat lager ligt dan bijvoorbeeld zelf een paar individuele aandelen eruit kiezen en hopen dat het allemaal goed gaat. Maar ik wil toch deze video eventjes maken om je er inderdaad op te wijzen dat er gewoon een paar bedrijven binnen de S&P 500 zijn die gewoon heel erg belangrijk zijn. Voor nu, kom wel aan het einde van deze video. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet het zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.